Mevrouw Matthias, dan geef ik nu het woord aan meneer Zijlstra. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, 15 jaar geleden kenden de lidstaten welvaart en vrede en onderling begrip. Nu kennen we groeiende armoede en rellen en loze beloften. En iedereen buiten Brussel begrijpt dat Europa een verkeerde afslag heeft genomen. Toch wil dit parlement verder op die ingeslagen weg. Het parlement wil een echte monetaire unie waarin het budgetrecht van de lidstaten en dus hun soevereiniteit verdwijnt. En een bankenunie waardoor de weg vrij is om via het ESM failliete banken te herkapitaliseren. Met toezicht door Brussel dat een jaar geleden Dexia nog een uitstekende bank noemde. En uiteindelijk een transferunie waarin de noordelijke belastingbetalers niet alleen hun eigen sociaal stelsel, maar ook dat van andere landen tot in de eeuwigheid moeten betalen. En iedereen zal armer zijn. Voorzitter, soevereiniteit is niet om trots op te zijn, niet een historische vergissing. Als dit rapport wordt aangenomen, is dat omdat er naar goed socialistisch gebruik meer profiteurs dan betalers zijn. Maar ik zal tegenstemmen. We moeten streven naar welvaart voor iedereen en niet naar het herverdelen van armoede. Dank u wel. Thank you, Mr. Dank u wel, meneer Zijlstra. Geef ik nu het woord aan de heer Pallone. Dank u wel, voorzitter. De Europese Raad van juni heeft gedefinieerd wat we het meeste nodig hebben: meer Europa.